Goedenavond allemaal, we zijn live. Ik open deze sessie. Goedenavond allemaal. We gaan het op dit moment hebben over het beoordelingskader maatschappelijke voorzieningen integraal accommodatieplan. We hebben 1,5 uur de tijd. De eerste termijn is in spreektijden. Vooraf een waarschuwing, de tijden zijn kort, dus het verzoek is houdt u alstublieft aan uw spreektijden. De tweede termijn is vrij debat. Het verzoek is als u het woord wil voeren om dat even in de chat aan te geven en de handjes alleen te gebruiken voor interrupties. Het verzoek is ook aan ieder die geen woord voert om even de camera uit te zetten. Dat is voor mij als voorzitter namelijk een stuk fijner. Dat is even de mededeling vooraf. De stemming vindt in ieder geval op 1 april plaats en we gaan het nu over de inhoud hebben. En de vraag is aan uw raad wie ik als eerste het woord mag geven. Ik zou zeggen, gebruik daar de chat voor. Alstublieft. De heer Werner van de VVD, u heeft als eerste het woord. Dank u wel, voorzitter. Vanavond hebben we het over het beoordelingskader maatschappelijke voorzieningen IAP. Naar aanleiding van een amendement spreken we hierover. En wij snappen dat wij dat zelf geamendeerd hebben, dat we verzocht hebben om een beoordelingskader. We moeten nu alleen wel concluderen dat het IAP waarschijnlijk vertraging oploopt, omdat het in de bedoeling lag om in Q3 van 2020 iets te doen en dat gaan we nu natuurlijk niet redden. Verder ligt voor ons een heel uitgebreid en lijvig rapport van 208 pagina's. Waarvan ik moet stellen dat het wel heel technisch is. En dat het voornamelijk handelt over de referentienormen. Waar het gaat om de oppervlaktes van gebouwen of instellingen die wij gebruiken voor maatschappelijke doeleinden gekoppeld worden. Aan de vierkante meters woningen die wij hebben in de gemeente of het aantal inwoners. Ik vroeg mij nog af of wat voor nadelen of voordelen eraan zitten om de methode per woning te doen of per inwoner. Wat ik me ook afvraag is als we deze referentiekaders gebruiken, en op zich vind ik dat op zich best wel een goede, want je hebt in ieder geval één richtlijn, dat is dan wel een hele technische. Ik vraag me dan alleen af hoe dat dan verder gaat in de wijkanalyses. Want op de richtlijnen voor de prestatieindicatoren voor de beleidsmatige richtlijnen, die vind ik eerlijk gezegd nog wat mager. Dus we hebben nu wel een heel sterk technische referentienormen. Waarbij we trouwens ook best redelijk scoren. Maar daar zit ook nog raak en oog aan, die zal ik zo noemen. Maar op de beleidsmatige richtlijnen vind ik dat het nog wel wat mager is. Want daar lees ik dat we het gaan hebben over bezoekersaantallen. Die dan gemeten gaan worden. En over tevredenheidsonderzoek. En dat zijn eigenlijk de enige twee richtlijnen die dan daarop gaan tellen. Dus misschien dat daar nog naar gekeken kan worden of daar niet nog meer te halen valt. Ik zou zelf bijvoorbeeld kunnen denken dat je ook de exploitaties van dat soort instellingen en gebouwen mee gaat nemen in de plus of de min. Dat zou wat mij betreft dan ook nog een richtlijn zijn. Als gaat een dorpscentrum, is dat elk jaar de exploitatie daarvan, is dat in de plus of is dat in de min? Volgens mij zou dat ook nog een goede kader zijn. Meneer Werner, ik onderbreek u, want u krijgt een interruptie van mevrouw Van der Meij. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik dacht dat ik dat gelezen had in de vastgoedrichtlijn. En ik vroeg me af of u dat ook zo gelezen heeft of dat ik dan die richtlijn wellicht niet helemaal helder heb. De heer Werner. Dankjewel. Ja, dat zou kunnen. Die heb ik dan weer niet gelezen, dus misschien moeten we allebei nog even lezen om te kijken of dat zo is. Maar ik miste hem hier in ieder geval in dit stuk wel als richtlijn. En waar ik dan op het eind ook voor wil pleiten is dat we dit hele boek van 208 pagina's verder uit zouden werken. Want op het moment dat we de wijkanalyses gaan krijgen en we moeten de beleidskaders en de richtlijnen en de referentienormen toetsen, dan hoop ik niet dat ik weer het hele boek van 208 pagina's door moet. Dus dan hoop ik wel dat het wat handzamer is. Gaat u verder met uw betoog, de heer Werner? Ja, dankjewel. Ik heb een misschien niet zo gelukkig voorbeeld en ik wil ook niet één groep qua daglicht stellen. Maar wat ik dan bijvoorbeeld van het tevredenheidsonderzoek vind, is dat je plekken hebt, ik noem het dan maar hangplekken voor jongeren in gebouwen met een maatschappelijke doeleind en die in min of meer gebruikt gaan worden als dorpscafé. En als je dat soort mensen in een tevredenheidsonderzoek gaat betrekken en scoren dat soort gebouwen een 8 of een 9, Maar ja, daar kan ik me niet bij voorstellen dat dat belangrijk is. Dus waar het mij wel in de wijkanalyses wel om gaat, is dat wel goed in kaart gebracht wordt de functionaliteiten van de gebouwen waar wij dan verantwoordelijk zijn. Even denken. Beknopte vorm heb ik het over gehad. Ja, en ik had nog wel een, misschien, en als het te technisch is, vind ik het ook prima als ik dat schriftelijk te horen krijg. Maar we gaan uit van een 100% bezetting. En dan wordt er uitgegaan van 5096 uren. De bezetting is dan 100%. Maar als je dat omrekent jaar rond, zou het betekenen dat die instellingen 14 uur per dag volledig bezet zouden moeten zijn. Ik vraag me af of dat reële uitgangspunten zijn. Dus, en nog een andere, in het advies over het jongerencentra wordt voorgesteld de norm op te schroeven naar 0,02. Maar in de Haarlemmermeer is die volgens mij al 0,025. En hoe moet je dat dan zien? Moet je dan, ga je dan dat die voorzieningen weer verminderen of niet? Dus ja, over de hele linie genomen met de technische referentienormen doet de Haarlemmermeer het niet verkeerd, denk ik. Waar wel extra aandacht voor gevraagd wordt zijn alle binnensporten. Daar wou ik het voorlopig even belaten in de eerste termijn. Dankjewel. Dank u wel, meneer Werner. Dat was inderdaad wel een vrij technische vraag, die eerste. Dus verzoek aan de wethouders om daar schriftelijk op terug te komen als ja, dat uw wens is. Dan wil ik graag naar de heer Vermeulen, Forza. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik heb niet zo'n hele lange bijdrage. We hebben 208 pagina's leesvoer ter onderbouwing van een raadsvoorstel van 8 pagina's, waarin uiteindelijk 3 punten worden voorgelegd ter instemming. Dan begin ik bij punt 3, het inrichten van de 50% reserve, die was en die is voor Forza een no-go. Verbeteringen en verduurzamingen horen tot uiting te komen in de kostendekkende huurprijs en zo bekostigd te worden. Haarlemmermeer is een regiegemeente. Deze regie kost ons jaarlijks 20% van onze begroting. Toch blijkt het keer op keer nodig dat allerhande externe bureaus onderzoeken moeten uitvoeren waar wij dan blijkbaar de kennis niet voor in huis hebben. In 2019... deed het Bullion Instituut 2 onderzoeken, 66 pagina's vraag- en aanbodanalyse naar binnensportruimte en 60 pagina's naar buitensportaccommodaties. En dan hebben we ook nog een onderzoek van STIPO en Spring Co Urban Analytics, genaamd Referentienormen Voorzieningen Haarlemmermeer van 19 januari 2021, waarin de gemeente Haarlemmermeer wordt afgezet tegen Almere, Zaanstad en Zoetermeer. Prestatiemeting is volgens de fractie van Forza pas zinvol als het meetresultaat ook echt iets zegt over onze gemeente en het meetresultaat bruikbaar is om te verbeteren. Het is nog maar de vraag of domweg over de schutting kijken bij een ander ervoor gaat zorgen dat je tot verbetering komt in je eigen gemeente. Forza ziet dit gedrag meer als teken van bestuurlijke onzekerheid. Ik mocht onlangs kennis maken met een wethouder en die had een hele pragmatische blik op nut en noodzaak. Niks wijkanalyses, niet zomaar allerhande voorzieningen inplannen, maar eerst eens kijken wat er in de buurt is, daar maximaal gebruik van maken en dan pas kijken of er allerhande nieuwe voorzieningen moeten worden ingepland. In het licht van de noodzakelijke structurele bezuinigingen, nu onze gemeente financiële tegenwind kent, klonk mij dat als muziek in de oren. En van Forza mag het allemaal best wel een onsje minder, voorzitter. Tot zover. Dank u wel, meneer Vermeulen. Dan gaan we naar de heer Sahli van de HAP. Ja, dank u wel, voorzitter. Een beetje verkouden. Even op de woorden van de VVD. Inderdaad, 208 pagina's. Een heel erg technisch van aard. Maar wel goed om dat er allemaal in te hebben. Voorzitter, dank aan het college en ambtenaar voor het voorzien van expliciete vragen vanuit de Raad voor een beoordelingskader. Mijn fractie is hoopvol gestemd dat er vanavond eindelijk begonnen kan worden met de wijkanalyse, zodat we onze maatschappelijke vastgoed zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen waarderen en gebruiken voor maatschappelijke doeleinden. Onze gemeente heeft door alle kernen en dorpen heen veel maatschappelijk vastgoed, vaak ook op prachtige locaties. Het is dan ook de gemeentelijke taak om deze panden zorgvuldig en vanuit een verantwoorde financiële overweging maximaal mogelijk te laten bijdragen aan de sociale, maatschappelijke, economische en ruimtelijke doelen. Juist omdat de gemeenschappelijke vastgoed van ons allemaal is. De afweging welke publieke maatschappelijke doelen dit vastgoed dient of kan dienen, is belangrijk. Maatwerk is dan ook cruciaal belang hierbij. Waar het vanavond over moet gaan, voorzitter, is de voorliggende beoordelingskader in te zetten om de meetbaarheid te verkrijgen. Als je keuzes wilt maken in je beleid, dan heb je gewoonweg feiten en cijfers nodig om verstandig en weloverwogen keuzes te kunnen maken. In feite willen wij als raad hiermee zeggen, met de beoordelingskader in de hand moeten de wijkanalyses worden gedaan. Niets minder en niets minder. Niets meer. Voorzitter, wat men wel eens over het hoofd ziet, is dat starten van wijkanalyses veel raakvlakken heeft met bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling en woningbouw in onze gemeente. Zonder genoemde wijkanalyse is het lastig in kaart te brengen welke specifieke voorzieningen in wijken moeten komen. Het is zodanig aan elkaar verbonden dat het een het andere versterkt. Laten we heel snel van start gaan met de eerste wijkanalyse. Hoe langer we wachten, hoe meer vertraging we oplopen op andere urgente vraagstukken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Sahli. Dan gaan we naar mevrouw Kerkhoff, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Het college heeft op verzoek van de raad een toetsingskader opgesteld. En de voorgestelde uitgangspunten, zoals de ruimtelijke, vastgoed- en beleidsmatige richtlijnen, daar is niets mis mee. En de Partij van de Arbeid wil wel een aandachtspunt bespreken. Namelijk, hoe gaan we om met de voorgestelde referentienormen? Haarlemmermeer is een atypische gemeente met kleine en grote kernen, stedelijk gebied en een grote oppervlakte. Dat houdt in dat elke kern of wijk weer anders is. En ook dat de behoefte anders ligt. De gemeenten Zaanstad, Zoetermeer en Almere zijn gebruikt om de referentienorm te bepalen. Maar in onze ogen zijn ze maar ten dele te gebruiken. En de Partij van de Arbeid vindt dan ook dat de voorgestelde referentienormen alleen gezien kunnen worden als een richtlijn. Als een handvat dat meegenomen wordt in de analyse. Iets wat wel wordt voorgesteld bij beslispunt 2. Maar we hebben daar wel zorgen over. Voordat je het weet, wordt het als een vaste norm gebruikt. Het uitgangspunt moet de samenstelling van de wijk of de kern zijn. Het hun specifieke toekomst. Wordt het een groeikern? Of juist het aantal inwoners dat terugloopt? Zijn het voornamelijk ouderen of juist jongeren? En waar is de kern gesitueerd? Meerdere voorzieningen in een pand, in één pand, dat is prima. Een ander punt dat de PvdA onder de aandacht wil brengen is de sport. Op dit moment voldoen we aan de norm van de klokuren, bewegingsonderwijs op de scholen. Maar we weten ook dat er woningen gebouwd gaan worden. En dat betekent een toename van kinderen. Dus ook scholen en waarschijnlijk ook gymzalen. Gezondheid, bewegen door jong en oud, is en blijft een speerpunt. En dat betekent dat we zorgvuldig moeten kijken naar de sportaccommodaties voor de binnen- en de buitensporten. Zijn zaken te combineren. Uit het onderzoek blijkt ook dat ieder type sport een eigen soort sportaccommodatie gebruikt. Maar misschien moeten we overwegen niet meteen een oude gymzaal te gaan vervangen door een andere, maar bijvoorbeeld door een ruimte geschikt voor meerdere binnensporten. En met de buitensporten kunnen we ook goed kijken hoe combinaties zijn te maken. Mevrouw Kerkhoff, gaat u afronden? Ik ben bijna door uw tijd heen. Nog twee zinnen. Meer sport in Park 21 betekent ook de mogelijkheid tot combineren van kleedruimtes en andere voorzieningen. Wij als Partij van de Arbeid zullen bij iedere wijk of kernanalyse zorgvuldig kijken naar de huidige stand en wat brengt de toekomst. Waarbij we voorstellen de referentienorm als zachte norm en als een richtlijn te gaan gebruiken. En wat vindt mijn collega's daarvan? Tot zover, voorzitter. Nou, mevrouw Kerkhoff, op de seconde bent u binnen de tijd. Ik zou bijna zeggen, ik ben trots op u. Mevrouw Maat, CDA, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst willen wij de portefeuillehouder complimenteren met de invulling van het amendement. Het beoordelingskader maatschappelijke voorzieningen kan goed dienen als kader voor het integrale accommodatieplan. Ja, het behalen van Q3 is niet helemaal gelukt, maar we kunnen wel van start gaan. In 2022 volgt een evaluatie of het allemaal zo werkt zoals bedacht. Het CDA vindt vooral de beleidsmatige richtlijnen van belang. Draagt de programmering bij aan onze beleidsdoelen die we hebben vastgesteld. Op pagina 2 lees ik de zin: er zijn geen beleidsvelden uitgesloten van de strategische heroriëntatie die momenteel gaande is. Dat betekent dat nog niet gezegd is dat bezuinigingen in deze zijn uitgesloten. En dat lijkt ons ook een verstandige keuze. Op de eerste plaats vinden wij het niet juist dat geld dat binnen portefeuille wordt verdiend, zoals verkoop onroerend goed, gebruikt wordt om andere onderdelen uit de portefeuille te financieren. Stel je voor dat de wethouder toerismebelasting dat gaat doen. Wij vinden dat alle verdiende middelen naar de algemene middelen moeten, zoals we dit ook hebben afgesproken. Maar goed, we hebben met het amendement de vorige keer besloten dat het de helft mag zijn. En hier gaan wij als betrouwbare partij natuurlijk niet op terugkomen. Bovendien is de reserve gemaximeerd tot 4 miljoen. En tenslotte blijft de Raad bevoegd voor elke storting en onttrekking uit de reserve. De tweede reden is dat toen wij het gevaar van de wensenlijstjes hadden aangekaart, wij ook bang waren voor teleurstellingen. Want het blijkt natuurlijk altijd lastig om verwachtingen te managen. Maar ook hier geldt dat het amendement heeft geleid tot een beoordelingskader. Dus wij wachten vooral af of dit goed heeft gewerkt in de evaluatie in 2022. We zijn het ermee eens dat de middelen primair ingezet worden voor verbetering van de toegankelijkheid en de verduurzaming. Omdat er op beide vlakken de noodzaak heel erg hoog is en er zeker het een en ander te verbeteren is. En ook vinden wij het juist dat er naar andere oplossingen worden gekeken. Zoals meerdere voorzieningen in een gebouw organiseren of leegstaande ruimte in de omgeving beter benutten. Dit kan de exploitatie versterken en de subsidieafhankelijkheid verminderen. Ook zijn we blij dat goed naar de financiële prestaties wordt gekeken. En ook naar het gebruik, de bezettingenpercentages en het aantal bezoekers per week. We hebben nog wel één vraag bij het punt over wat het gaat kosten. Daar staat dat aan de uitvoering van dit voorstel, naar de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten zijn verbonden. Nou, en ik herinner me van de vorige keer dat er een halftime kracht erbij moest komen. Dus ik vroeg mij even af hoe dat zat. Nou, al met al kan het CDA dit voorstel gewoon steunen, omdat wij vinden dat het een goede uitwerking is van het amendement. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Maat. Dan gaan we, daar bent u weer. Mevrouw van der Meij, D66, vers ingelogd. Ja, net op tijd binnen weer. Dank u wel, voorzitter. Helaas heb ik dus een aantal van mijn collega's moeten missen vanwege technische problemen. Dus het zou kunnen zijn dat ik veel herhaal, waarvoor dan bij deze mijn excuses. Het beoordelingskader. Nou, drie heldere richtlijnen. Hè? De ruimtelijke richtlijn, de vastgoedrichtlijn en de beleidsmatige richtlijn. Op zich kraakheldere richtlijnen, vooral die eerste twee. Want wat een beetje jammer is, is dat de beleidsmatige richtlijn, waar het in wezen echt gaat om wat doen we nu precies en wat hebben we nodig om dat wat we willen uit te voeren, die wordt niet beantwoord. Er wordt aangegeven, ja, we gaan in ieder geval kijken naar het gebruik, hè, gewoon de bezettingsgraad. Hoeveel bezoekers zijn er en wat is die tevredenheid van die bezoekers. Maar per type voorziening moet dat nog uitgewerkt worden. Nou snappen we dat op zich wel, want er wordt ook gezegd, hè, we hebben sport, we hebben cultuur, we hebben gezondheid en onderwijs. En niet voor elk van die type heb je dezelfde beleidsmatige doelstellingen opgesteld. Dus je kan daar niet zomaar één schabloon opleggen op al die voorzieningen. Dus we begrijpen het wel, maar het is wel jammer dat je niet al een beetje een deel, zeg maar, van die invulling hebt. Dat je een deel van het kader al hebt kunnen prijsgeven. Wat mooi is wat D66 betreft is dat die toegankelijkheid hier nog heel erg expliciet in is teruggekomen. Want eigenlijk, ik heb onze vorige sessie nog gekeken, daar ging het natuurlijk ook niet over. Maar daar hebben wij ook geen enkel woord met elkaar over gesproken. En juist die toegankelijkheid, ja, dat is wat D66 betreft wel een voorwaarde voor elke voorziening die wij als gemeente aanbieden of beheren. Nou, eigenlijk in het heel kort, het ziet er goed uit. We hopen dat er snel wat meer invulling op die beleidsmatige richtlijn komt. Maar voor D66 geen reden om problemen te veroorzaken. Dus wij kunnen gewoon instemmen met dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw van der Meij. Dan gaan we naar de heer Den Butter, Christen Unie SGP. Ja, dank u wel, voorzitter. In de vorige sessie waren we eigenlijk al wel enthousiast over de ingezette lijn voor het integraal accommodatieplan. En het abonnement zagen wij zelf ook helemaal niet zitten. We begrepen eigenlijk de meerwaarde niet van al deze ingewikkelde kaders ten opzichte van het beleid wat we op al die punten eigenlijk al hebben. En eigenlijk de discussie die ik nu hoor gevoerd worden bevestigt dat beeld. Volgens mij was alleen Forza de enigen die niet mee hadden gestemd met ons, met het abonnement. En die zeggen dus nu ook, van, ja, wat hebben we hier aan? We kunnen beter goed laten kijken. En dat is ook precies het uitgangspunt van het integraal beleid. Van, wat hebben we nodig? En we gaan er even praten van wat missen we hier in deze wijk. In plaats van meer dan 200 bladzijden met vrij nutteloze informatie. En als ik dan mensen hier hoor zeggen van ja, is die 0,020 nou wel voldoende? Het moet 0,025 zijn. Nou, dan bent u mij kwijt. Want daar gaat het helemaal niet over in onze wijk. Wij willen weten of bij ons het dorpshuis een beetje functioneel is. En of de mensen daar blij mee zijn. En dit, ja sorry, dit levert wat ons betreft niets toe. Heer Den Butter, sorry dat ik u onderbreek, maar u heeft twee interrupties. Eerst de heer Beusenberg en dan mevrouw van der Meij. De heer Beusenberg. Voorzitter, dank u wel. Ik hoorde heer Den Butter zeggen dat alleen Forza tegen heeft gestemd bij het amendement. Ik kan het verkeerd hebben hoor, maar ik heb hier de raadsbesluitenlijst voor me. En daar staat aangenomen en bij tegen staat Forza en de Christen Unie SGP. Dus ja, ik kan het verkeerd hebben dat u dat u iets anders bedoelt, maar ik lees het zo. Dank u wel. De heer Den Butter. Ja, nou, dat was ook precies de kern van mijn betoog. Wij waren zeker ook tegen. Ja, dat heeft u heel goed gelezen. Fijn dat u even aangeeft dat ik daarin onduidelijk was. Dan ga ik nog, sorry hoor, dat ik u weer onderbreek, maar ik ga ook eerst naar mevrouw van der Meij. Maar dat was zo'n specifieke vraag. Gaf ik even kort, mevrouw van der Meij. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde de heer De Butter zeggen van ja, we moeten gewoon gaan kijken of het een beetje functioneert. Maar dat is nogal een redelijk subjectief begrip. En vinden we dan bij wijk A, als de bezettingsgraad, ik noem maar wat, 90% is, dat ze wel functioneren en bij wijk C niet. We blijven er met elkaar van eens dat we integraal moeten kijken en dat soms maatwerk betekent. Maar een beetje houvast wat we nu wel hebben gekregen lijkt me toch wel voorwaardelijk daarvoor. Want anders wordt het willekeurig. Bent u dat eens met mevrouw van der Meij? Dank u wel, voorzitter. Ik ben dat zeker eens met mevrouw van der Meij, maar ik geloof niet dat dit een uitgelezen middel voor is. Dat beetje houden vast wat we hebben, dat halen we uit ons gewone beleid hierover. Daar hebben we de vorige keer uitgebreid ook over gediscussieerd. Alleen, ja, toen vond u het nodig om dit helemaal uit te laten zoeken. En ik schrik er helemaal van als ik dan hoor dat de mensen hier ervan uitgaan dat we 9 maanden gewoon gewacht hebben met het uitvoeren van dit integraal accommodatieplan. Om dit stuk even op te laten leven. Nou, dat vind ik zonde van de tijd. En in die tijd hadden we veel betere dingen kunnen doen dan. Maar ik ga er toch stiekem van uit dat er wel van die wijkscans alvast zijn gemaakt. En ik hoop dat de wethouder een sneak preview kan geven van wat daar nou uitkomt. En dat we dan later nog even dit ja, misschien wat nutteloze kader eroverheen leggen. Dat zie ik dan wel gebeuren. Maar ja, ik hoop dat we al verder zijn als waarvan een hoop mensen hier nu van uitgaan. Dan nog één. Nog één korte interruptie van de heer Werner, VVD. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Den Butter spreekt dan dat we het vigerend beleid moeten nemen als uitgangskaders voor de wijkanalyses. Maar dan zul je toch richtlijnen moeten hebben. En als u denkt dat u die uit bestaand beleid kan halen, dan wil ik dat wel graag zien. Maar ik denk dat dit stuk zeker niet nutteloos is. Het geeft een handvat. En ik denk ook niet dat het klaar is. Ik denk dat het tijdens de analyses ook bijgesteld zal moeten worden. Want je moet inderdaad maatwerk leveren, maar je moet wel handvatten hebben waarmee je kan meten, anders weet je nog niks. Ja. En dan blijft het subjectief. Ja, dank u wel. Meneer Butter, een korte reactie en dan het verzoek om verder met uw betoog. Nou, ik was eigenlijk klaar met mijn betoog, maar ik geloof niet. Ja, ik geloof wel dat het subjectief blijft, maar u zegt zelf heel nadrukkelijk. Het is een heel technisch verhaal geworden. Ik denk dat dit juist geen kaders zijn die we hier als raad moeten vaststellen. Dat die kunnen de ambtenaren prima zelf bedenken. Ja, dat er iets subjectief blijft, vind ik op zich niet zo heel erg altijd. Dank u wel, meneer Den Butter. Dan gaan we naar de heer Beusenberg, SRA, voor uw inbreng. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is al veel gezegd. En SRA is ook blij om te zien hoe de invulling is gegeven aan het amendement. Graag zou SRA wel willen zien dat van de minstens 4 wijkanalyses per jaar, dat er ook echt gebruik wordt gemaakt van het woordje minstens. Het liefst ziet SRA zoveel mogelijk. Want anders gaat het 9 jaar duren. En daarom heb ik een klein lijstje gemaakt met wat er in 9 jaar allemaal kan veranderen. Project X vond plaats 9 jaar geleden. De Costa Concordia zonk. De eerste Apple Store werd geopend in Amsterdam. Ajax werd voor de 31ste keer landskampioen. De Vira, dat was nog echt een ding. André Kuipers kwam terug uit de ruimte en de PvdA had nog 38 zetels in de Tweede Kamer. Zoveel kan er veranderen. Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor deze opzomming. Dan gaan we door naar mevrouw Gumbert van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is best positief over het plan, want wij vinden dat het belangrijk is, niet voor de raadsleden om die 208 pagina's aan technische details door te spitten, maar wel voor, bij de wijkanalyses, om de wijkanalyse goed te kunnen maken, om te weten van op wat voor manier die analyses dan worden gemaakt. En ik hoef dat niet allemaal zelf na te kunnen rekenen, maar ik vind het wel fijn dat de kaders er zijn. En ik vind het ook een goed plan om van de opbrengst van verkoop een gemaximeerd deel te bestemmen voor het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen en van de milieunormen. Dus GroenLinks is positief over het stuk en zal ermee instemmen. Dank u wel. Dank u wel. Dan heb ik nog een aantal partijen die zich nog niet bij mij hebben gemeld. Ik zie Gezond Haarlemmermeer, de heer Hagemeijer, in beeld. Ik ga u het woord geven, meneer Hagemeijer. Wel, voorzitter. Even ietsje omhoog, anders past het niet. Voorzitter, maatschappelijke voorzieningen zijn nodig om onze gemeente leefbaar en aantrekkelijk te houden. U zult het herkennen, een zin uit het raadsvoorstel zelf. En daar zijn we het eigenlijk wel mee eens. En ja, beter goed gejat dan slecht bedacht, denk ik dan maar. En gezien het jaarlijks budget wat hiervoor bestemd is en de financiële opgave die voor ons ligt, is het goed om te kijken of de maatschappelijke voorzieningen nog immer voldoen aan de doelstellingen die we voor ogen hebben gehad. En dit gaan we doen aan de hand van verschillende beoordelingskaders. In het raadsvoorstel wordt hiervoor gebruik gemaakt van referentienormen. En een van deze referentienormen is het aantal vierkante meters van een voorziening per woning. Heel handig om te weten dat wij bijvoorbeeld per 100 huizen iets meer dan 14 vierkante meter bibliotheek hebben of 49 vierkante meter aan kinderboerderij. Maar wat zegt dit over de kwaliteit van de voorziening en of het ook een specifieke nut heeft voor de omgeving? Eigenlijk vrij weinig. Voor de verdiepende wijkanalyses wordt dan weer gebruik gemaakt van een indicator op basis van het inwonersaantal. Waarom gebruiken wij twee verschillende indicatoren voor hetzelfde principe? Houd het simpel en vergelijkbaar. Dat is juist de kracht van een indicator. Voor de financiële indicator wordt gebruik gemaakt van begrotingscijfers. En dat is verraderlijk, omdat een begroting vaak anders is dan de realiteit. Zie bijvoorbeeld onze eigen gemeentelijke begroting. Een begroting is natuurlijk prima om enkele jaren vooruit te plannen. En natuurlijk wil je niet elk jaar je beleid aanpassen. Maar gaan we de begrotingen ook toetsen aan actuele cijfers? Want dat zegt namelijk veel meer over je financiële prestatie. En hoewel financiële prestaties niet leidend hoeft te zijn bij de betaling van een voorziening, of een bepaalde voorziening in een behoefte voorziet, is het wel goed om dat scherp in het oog te houden. Als laatste nog even iets over de rapporten die bijgesloten zijn. We lezen onder andere dat er in Halleweg geen gymzaal is voor de basisschoolleerlingen aldaar. Maar volgens mij is die er wel. Het zit zelfs naast de basisschool. Er wordt ook gezegd dat tennispark De Cirkel in Zwanenburg er nog is. Helaas, die bestaat niet meer. Daar komt nu een door velen zo vurig gewenst distributiecentrum. Niet dus. En er wordt ook nog gesproken over het IKC in Halleweg. Gaat niet door. U hoort het al, de data uit het rapport is op sommige punten alweer zwaar verouderd. Hoe gaan we voorkomen dat wij dit beleid op oude data baseren? Dank u wel. Dank u wel, meneer Hagemeijer. Ja, ik denk dat u straks door het college bediend wordt met uw opmerkingen. Ik heb nog een aantal partijen niet gehoord. Ik vraag me af of iemand van één Haarlemmermeer aanwezig is. Als dat niet het geval is, de heer Meijer is ook niet aanwezig. Dan zijn we volgens mij allemaal aan het woord geweest. Als dat het geval is, ja, dan wil ik graag mevrouw Steffens namens het college het woord geven. Mevrouw Steffens, u heeft het woord. Dank u, voorzitter. Nou, om te beginnen ga ik toch de vele complimenten die ik heb gehoord over de uitwerking van uw amendement bij het IAP-voorstel doorgeven aan onze ambtenaren. Er is hard aan gewerkt. U heeft ook, sommige van u is ook tot op detail ingegaan op datgene wat u in de bijlage heeft aangetroffen. En ik denk dat het goed is dat we met elkaar hebben geconstateerd dat dit is wat de meerderheid van uw raad heeft gevraagd. En dat we daar de tijd voor hebben genomen om dat zo uit te werken. Een aantal van u zei iets wat ik heel belangrijk vind. En in verschillende woorden. Een objectieve blik die nodig is. Feiten en cijfers. Zet het ook praktisch in. Vooral degenen die het gaan uitwerken. En maatwerk. Onthoud dat maatwerk, want we hebben heel veel diversiteit in de kernen. En daar moeten we ook met elkaar naar kijken. Dat, voorzitter, is ook de reden dat we richtlijnen hebben opgesteld en niet een stringent kader. Want in uw eerste vraag was een taakstellend toetsingskader en in de uitwerking bleek dat gewoon in de praktische zin niet de beste keuze. Dat was niet passend bij de complexiteit van de wijkanalyses, waar een aantal van u ook op is ingegaan. Je moet naar zoveel zaken kijken die onderdeel uitmaken van die analyse. Maar we hebben ook verschillende behoeften in de wijken en kernen. En er is een hele grote verscheidenheid van al aanwezige maatschappelijke voorzieningen. En dat betekent dat we in samenhang willen kijken wat we daar het beste met elkaar mee kunnen doen. Voorzitter, ik wil ingaan op een paar concrete vragen en dan verder aan u laten om het debat te starten. Ja, meneer Werner, u heeft veel gevraagd. U heeft zich ook echt goed ingelezen. U vraagt bijvoorbeeld aan mij, en dan ga ik even de concrete zin erbij halen die u heeft gezegd, om dat te kunnen zeggen. Waarom we nou kiezen, en ik heb dat ook een ander horen zeggen, per woning of per inwoner. Nou, per inwoner is nauwkeuriger. En in sommige kleine kernen geeft dat een betere balans. Laat ik het zo zeggen, om recht te doen aan de verscheidenheid van de kernen gaan we de referentienorm per woning bij de wijkanalyse omrekenen naar een referentienorm per inwoner. Omdat dat soms gewoon een betere verhouding geeft. Dus die concrete technische vraag kon ik u beantwoorden. Maar u heeft er nog een paar gesteld. En ik ga u toch maar vragen om in het debat aan te geven of u daar echt allemaal antwoord op wil. Dan ga ik mijn ambtenaren vragen om dat alsnog voor u te verzorgen. En als u zegt, ik denk dat het zo verder duidelijk is, dan hoop ik dat u het goed vindt dat we het ook zo laten. Collega Van der Meij heeft u al aangegeven dat u voor die exploitaties bij die vastgoedrichtlijn had moeten kijken. Nou, ik snap dat u misschien met de veelheid van informatie dat niet heeft gezien. Maar daar had zij wel een punt. Even kijken, voorzitter. Dan ga ik even in op datgene wat mevrouw Kerkhoff zei. Zij heeft het een en ander gevraagd over de norm en de richtlijn. Daar heb ik denk ik net antwoord opgegeven door te zeggen hoe wij hem gaan inzetten. Ik hoop dat u daar uw antwoord in heeft gevonden, mevrouw Kerkhoff. En als u het heeft over bijvoorbeeld de voorbeelden die u met sport noemde of binnen-buiten sporten, meer combineren, zou ik willen zeggen als een ambitie zoals we die nu in het beleid hebben vastgelegd, in het beleidsveld in de toekomst wijzigt, dan is dat weer aanleiding om bijvoorbeeld de referentienorm voor dit beleidsveld daarop aan te passen. En dat maakt dat het aanpasbaar is, dit voorstel, aan de veranderende omstandigheden. En een van die omstandigheden is natuurlijk, waar we nu in terecht zijn gekomen, een grote ombuigingsoperatie. Dus wat u hier vaststelt, betekent niet dat, nee, ik moet andersom zeggen, als het beleid wijzigt, op welk onderdeel dan ook, dan wordt gewoon de norm aangepast. En dat betekent dat dit iets is waar u lang mee door kan. Mevrouw Maat had ook iets gevraagd over die beleidsmatige richtlijn en de wens om ook te kijken bij de evaluatie hoe een en ander uitwerkt. Maar zij vroeg ook iets over de kosten. Over de inzet en omdat er een zin in staat wat dit heeft gekost. Dit gaat natuurlijk, wat u daar heeft aangetroffen, over hetgeen in dit beoordelingskader staat. En die halve FTE waar u aan refereerde, die heeft te maken gehad met zeg maar het uitvoeren van het integraal accommodatieplan op zichzelf. En dat heeft u als raad al vastgesteld bij de voorjaarsrapportage, nadat u ook het IAP zelf heeft behandeld. Even kijken, wat blijft er over? Ja, de toegankelijkheid. Mevrouw Van der Meij zei er wat over. En daar ben ik blij mee dat u dat zegt, mevrouw Van der Meij. En of het al dan niet onderdeel van uw discussie is geweest in de raad, dat heb ik niet zo op mijn netvlies. Dat had u wel. Maar u kent mij ook als portefeuillehouder inclusie. En ik denk dat we met elkaar heel erg belangrijk vinden dat we moeten zorgen dat onze accommodaties toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking, een visuele beperking of anderszins. Waar het niet kan, kan het niet. Maar we proberen het zeker altijd zo te realiseren. Heel belangrijk. Meneer den Butter, ik heb geprobeerd uw inbreng, maar ook die van meneer Beusenberg en meneer Vermeulen over de praktische inzetten hiervan mee te nemen in mijn introductie. Ik hoop dat u zich daar een beetje in heeft kunnen herkennen. En mevrouw Gumbert die ook zei van ja, het is heel veel informatie. Het is inderdaad bedoeld voor de wijkanalyses en voor de mensen die daarmee aan het werk gaan. Die feiten en die cijfers waar ook meneer Sahli het over had, die zijn gewoon heel belangrijk. Ik moest als laatste, voorzitter, en dan sluit ik af, kwam er natuurlijk een glimlach op mijn gezicht bij de inbreng van meneer Beusenberg met alle mooie voorbeelden die hij noemde. Maar vooral met het landskampioenschap van Ajax, waar hij aan refereerde. Voorzitter, het debat is verder aan u. Ik denk dat ik alle vragen heb beantwoord. Nou, dat is toch wel een bijzonder moment voor onze raad. Want volgens mij heeft iedereen zich binnen de tijd kunnen redden vandaag. Dus dat is heel bijzonder. Voorzitter. Ik zie nog wel één interruptie inderdaad van de heer Den Butter. U heeft het woord. Ik mis eigenlijk of de wethouder is niet ingegaan op mijn vragen omtrent de start van het uitvoeren van het integraal accommodatieplan. Zijn we er nu mee begonnen of hebben we werkelijk 9 maanden op dit stuk gewacht? Want dat zou ik toch wel erg vinden. Mevrouw Steffens. Nee, voorzitter, terecht. Ik zal daarop antwoorden. En ik moet u het volgende zeggen, meneer Den Butter. U was heel duidelijk, u niet. U was het daar niet mee eens, maar de grote meerderheid van de raad wel. En met name het CDA heeft zich daar heel duidelijk over uitgesproken bij de vorige keer. U mag pas beginnen als wij van u dit beoordelingskader hebben. Dus u kunt van mij aannemen, wij zijn natuurlijk gaan kijken naar iemand die het IAP verder vorm kan geven. Die is ook geworven en in oktober gestart met werken. Heeft een beetje meegeschreven nog aan dit beoordelingskader, maar vooral bezig geweest met de voorbereiding voor de eerste wijkanalyse die eraan komt. Maar ik heb niet kunnen beginnen met een wijkanalyse als u nog niet de kaders had vastgesteld. De heer Hagemeijer. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had eigenlijk nog wel de vraag openstaan waarom wij begrotingscijfers gebruiken bij de realisatie van de exploitatie. En niet gewoon actuele cijfers. Want ja, een begroting kan je natuurlijk zo mooi maken als je zelf wil. En als je maar elk jaar een mooie begroting inlevert, dan ja, is het allemaal prachtig. Maar het gaat ook uiteindelijk om het daadwerkelijk resultaat wat je behaald hebt. Gaan we daar even... Oh, sorry. Ik zie nog 2 interrupties. Die ga ik eerst even af en dan kan de wethouders tegelijk beantwoorden. De heer Vermeulen en daarna de heer Werner. De heer Vermeulen. Ja, dank u voorzitter. Ik had het ook eigenlijk meer als een stelling gebracht dan als een vraag. Maar ik zou dat dan toch graag eventjes omvormen tot een vraag. Want wat ik naar voren had gebracht is eigenlijk dat op het moment dat je verbeteringen aanbrengt aan iets wat je verhuurt. Dat is heel gangbaar. Dan wordt het gehuurde meer waard. En dan is in de regel gaat dan ook de huurprijs omhoog. En omdat wij verplicht zijn om een kostendekkende huur in rekening te brengen, wil ik graag van de wethouder horen of dan die verbeteringen en verduurzaming ook tot uiting komt in de huurprijs. Dank u wel. Dat lijkt me een duidelijke vraag. Dank u wel, meneer Vermeulen. De heer Werner, VVD. Dank u wel, voorzitter. De wethouder vroeg of ik tevreden was met de beantwoording van de vraag. En ik zou toch graag nog op die paar technische dingen een antwoord willen, maar dat mag schriftelijk. En ik had inderdaad dat van het vastgoedrichtlijnen wel gelezen, maar het was me weer ontschoten. Vanwege alle informatie. Dus goed opgelet, mevrouw van der Meij. Dank u wel. Waar van achter. Dank u wel, meneer Werner. Dan gaan we naar mevrouw Steffens namens het college. Ja, voorzitter. En meneer Hagemeijer haalt 1 punt aan. En terecht, ik heb gewoon even vergeten mijn blaadje om te slaan naar uw bijdrage. Want daar wilde ik zeker nog op reageren. U vraagt iets over die begrotingscijfers. Nou, u stuurt via de begroting en niet via de jaarrekening. Dus u mag ervan uitgaan dat dat in dit geval ook zo is. En u zei iets over verouderde data. En daar heeft u wat voorbeelden bij genoemd. Nou kan ik niet zo snel schrijven als dat u kan praten. Maar 1 ding wat ik me goed kan herinneren is dat u zei dat IKC en dat gaat niet door. Dat is niet juist. De locatie, daarover is het een en ander te doen geweest. Maar dat er een IKC komt, dat is volgens mij een besluit uit de voormalige raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. En die zullen wij uitvoeren op welke locatie dat ook gebeurt. Dus in dat opzicht was ik het niet met u eens. Waar ik het wel mee eens was, was dat mooie citaat wat u uit het stuk haalt. Waar doen we dit nu eigenlijk voor? Voor het leefbaar en aantrekkelijk houden van onze wijken. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Steffens. Als er verder geen vragen meer zijn aan het college, dan wil ik deze termijn afsluiten. En nee, ik ga hem nog niet afsluiten. De heer Vermeulen. Ik hoop niet dat ik mijn vraag nog een keer hoef te stellen, want ik weet zeker dat de wethouder hem heeft gehoord, maar ik heb er nog geen antwoord op gehoord. Mevrouw Steffens. Ik moet u het antwoord even schuldig blijven, meneer Vermeulen. Ik herinner me wel dat u dit al meerdere keren heeft gevraagd. Ik heb het even niet zo paraat voor u. Maar u krijgt het van mij nog te horen. Nou, meneer Vermeulen, u krijgt de toezegging dat u daar een antwoord op krijgt. Ik hoop dat dat ook echt zo is. Ik vraag wel eens vaker om informatie, maar van deze wethouder krijg ik het zelden of nooit eigenlijk. Voorzitter? Ja, mevrouw Steffens. Mag ik daarop reageren? Uiteraard. Meneer Vermeulen krijgt volgens mij altijd antwoord op zijn vragen, maar de techniek van zijn vragen die hij ook nu weer stelt, overigens geen relatie hebbend hiermee, die heb ik niet zo paraat voor hem. En daarom krijgt hij het net als meneer Werner, die een vraag heeft gesteld, van mij gewoon later. Dank u. Nou, dat lijkt me een heldere toezegging, meneer Vermeulen. Dan wil ik deze termijn afsluiten. Dan wil ik graag naar de tweede termijn. Dat is vrij debat. Ik wil vragen als mensen een onderwerp willen inbrengen, even het handje omhoog te doen, zodat ik dat kan inventariseren. Meneer Vermeulen, ik zie uw handje staan. Wilt u een onderwerp inbrengen of is dat nog... Nee. En als niemand een onderwerp wil inbrengen, dan zijn we heel snel klaar vandaag. Is er niemand die iets wil bespreken met betrekking tot dit plan? Ja, toch wel. De heer Werner, u wilt wat inbrengen? Nou, niet echt inbrengen, maar ik wil nog wel een afsluitende tweede termijn iets toevoegen nog. Dat wij in ieder geval in zullen stemmen met de 3 beslissingspunten zoals verwoord in de oplegnotitie. Daar heb ik dan nog wel een kanttekening bij. Dat we dan wel graag willen dat tegelijk met die wijkanalyses we ook de beoordelingsrichtlijnen evalueren. Dat wat de wethouder ook al zei, dat het inderdaad zowel in het IAP als in het BMV, dat het richtlijnen zijn en geen hele stellige kaders. Want het, wat meneer Vermeulen ook al aangaf, ja, het moet wel iets zijn wat maatwerk wordt. En geen één maatschappelijke voorziening is denk ik gelijk. Maar ik denk dat we nu een goed stel handvat hebben om mee te gaan beginnen. Dat geeft meneer den Butter dan wel gelijk, we moeten nu wel gaan beginnen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Werner. Dan is nog eenmaal de vraag aan uw raad. Wilt u ergens nog iets over zeggen? Vakantieplannen? Nee, helemaal niks. We mogen erover dromen. De heer Werner heeft al een hele mooie achtergrond daarvoor. Eenmaal, andermaal. Nou, dan kom ik tot een afronding. Dit stuk staat voor 1 april op de stemmingenlijst. Kunt u erover gaan stemmen als raad. Dan rest mij alleen nu nog een fijne avond te wensen en ik sluit deze sessie. Fijne avond. Dank u wel. Fijne avond nog. Dank u wel, voorzitter. Fijne avond nog en bedankt. Fijne avond allemaal. Tot ziens. Fijne avond.